kotsen. En verder is dan zondag of zaterdag de wedstrijd. En dan gaan we de Nostradamus even doen. Kas, wat denk jij? Ik denk dat het 0-2 wordt voor NAC. Interessant. Ja. Leon? Leon moet er even bij komen. Ik moest er eventjes over nadenken. Ik denk 1-1. Ik schrijf 1-1 op voor mezelf. Oké. Kas? Sorry, hebben we gehad. Hebben de mannen via de app al gereageerd? Marcel en Robert-Jan moeten dan nog eventjes doen. Maar Even? Ja, ik zeg 0-0. Jij zegt 0-0? Ja. Nou, heb ik het finale oordeel, ja. Hè? Ja, jij mag het doen. Ik denk 2-2. 2-2, interessant. Interessander. Nee, wacht even, sorry. Ik moet het anders doen, want anders gaat het fout. Oh. Ik pak 2-1 voor Zwolle. Wat krijgen we nou? Nee, dat is altijd, want dan wint NAC. Ja, nou, oké. Momenteel is de stand in de Nostradamus aardig gelijk. Leon, Mike en ondergetekende staan op 6 punten. Sander, Robert-Jan op 5. En Marcel staat onderaan met 4. Dus alles is nog mogelijk in onze spannende Nostradamus-competitie. Ja, zo is het. Ik ga zaterdag, ik ben er niet bij met PEC Zwolle, vindt iedereen natuurlijk verschrikkelijk. Hoe lang is het geleden? Vorig seizoen heb ik ook 1 uit de strijd gemist. Dit is ook de eerste van het seizoen die ik ga missen. Hartstikke jammer, natuurlijk voor jullie. Maar ik ga naar Manchester. De City Newcastle kijken. Welke speler zal ik mee terugnemen? Eentje mag Kevin je noemen. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. En je mag voor mij ook die, hoe heet hij nou, die in linksvoor? Sané mag je ook meenemen, hoor. Tosin Adarabioyo mag je ook mee terugnemen. Ja, en Aguero, als je nog een beetje ruimte hebt in de bagagecover in de Momeo, die gaat. Dat zou wat zijn, hè. Ja. Of Lescott misschien. Zou ook nog kunnen. Nou, ik zou zeggen, heren, hartelijk dank voor deze aflevering weer hier op Breda Nu. Ja. Zometeen horen we Joep natuurlijk weer 2 uurtjes lang met alle jazzactiviteiten voor de komende periode. Hoeveel heb je er deze keer, Joep? 29. Hij heeft 29 adresjes voor je, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. Kas, bedankt. Sander, bedankt. Ja, het is toch... Mike ook bedankt. Mike, ik mag Mike niet noemen. Dus, bedankt. Jongens, bedankt. En graag tot de volgende. NAKPRAAT wordt iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van S. en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAKPRAAT, jouw NAKnieuws. Elke donderdag op Breda Nu.